René Vissers van Maro Orchids. Wij produceren voor de Europese retailmarkt 6 miljoen phalaenopsis op jaarbasis die ze weg dagelijks vinden naar de consument. Waar wij dan hopen dat men daar minimaal 3 maanden plezier van heeft. Ik ben actief geworden binnen de ledenraad van Horticoop omdat ik het belangrijk vind dat leden meedenken over het beleid, over de toekomst en eigenlijk alle zaken die een ondernemer in de tuinbouw treffen. De toekomst voor de Nederlandse tuinbouw ziet er positief uit. We hebben diverse ontwikkelingen in de maatschappij, milieu, duurzaamheid, arbeid. Dus best wel grote vraagstukken die we als ondernemer moeten oplossen. Ik denk dat als we die gezamenlijk vanuit een sterke basis, een sterke verantwoordelijkheidsgevoel, dat aangepakt en oplossen, dat we een goede positie hebben en onze internationale voorsprong vast kunnen houden. Duurzaamheid bepaalt eigenlijk al meer dan 2-3 jaar dagelijks onze agenda. Dat is ook de reden dat wij sinds 2 jaar Planetproof gecertificeerd zijn. En Horticoop kan ons daar verder bij ondersteunen in de ontwikkeling in de toekomst om slimmere producten te maken. Waardoor wij met meer respect voor het milieu op de lange termijn toch nog steeds efficiënt een kwaliteitsproduct in de markt kunnen zetten. Horticoop kan als coöperatie zich verbeteren door continu te ontwikkelen, na te denken over de positie en waar ze haar leden ondernemers in kan ondersteunen. Afgelopen jaar is er kritisch gekeken naar toch wel een statische organisatie die nu in beweging is gekomen en de beweging moet een continu proces worden. De meest succesvolle ondernemingen, ook coöperaties, zijn degenen die continu in ontwikkeling en in beweging zijn en dus de ondernemers volgen bij hun activiteiten en het vinden in oplossingen. Het ledenvoordeel in 2025 moet eruit zien dat wij als ondernemers door kunnen gaan met produceren van goede producten, maar dat kennisvraagstukken, dienstverlening en producten die we voor de teelt nodig hebben op efficiënte wijze worden geleverd. Onderzocht worden, ontwikkeld en in de markt gezet worden. Voor de leden, door de leden. Ik wil graag nog kwijt dat we de afgelopen jaren in de tuinbouw toch wel weer gezien hebben dat belangenorganisaties voor een breed maatschappelijk belang voor de tuinders toch wel van belang zijn. Een moderne coöperatie kan daar een hele goede rol in spelen omdat het een organisatie van ondernemers is en meewerkt aan een bijdrage voor de toekomst. The future is now.